Een prachtig lied van Diane Sauble. En het ging over Jozua. Ja, dat vind ik zo'n sterke geloofsheld. Hij zat in een crisis. Heel veel Israëlieten zeiden van, bekijk het maar met God. En toen zei hij, ik kan niet schelen jongens wat jullie doen, maar ik en mijn huis zullen de Heere dienen. En dat was de inhoud van het lied. En eigenlijk ook jullie levensverhaal. Toch, Petra? Ja, dat klopt, Jan. Daar heb ik een hele mooie brief over geschreven naar Bobby en Hannah. Ja, ja. Dat is ook de reden dat je hier zit. Ja, ik schreef in een hele lange brief eigenlijk de bedoeling, en dat was om hen te bedanken voor alle jaren dat wij Hour of Power hebben gekeken en nog steeds doen. En inmiddels is dat 20 jaar. En in het voorjaar kreeg ik het op mijn hart om hen eigenlijk te bedanken daarvoor. En dat heb ik geschreven. Stel eens even de eerste regels. Beste Bobby en Hannah, ik wil jullie al geruime tijd een brief schrijven. Het lijkt alsof ik jullie goed ken. Jullie maken inmiddels al meer dan 20 jaar deel uit van ons leven. Daarom wil ik graag ons verhaal delen. Hoe het verbonden is met jullie en Hour of Power. En hoewel jullie ons niet kennen, hebben we elkaar al twee keer ontmoet. Enkele jaren geleden in Nederland, toen jullie op bezoek waren. En we bezochten Shepherd's Grove in 2019. En dan gaan wij verder met het verhaal, want het is een prachtige brief waarin je ook een stukje van jullie levensverhaal schrijft. Petra, jij komt uit een gelovig gezin. Dat klopt. Ja, dan ontmoet je Mark en Mark is niet gelovig. Nee, en ik was toch ontzettend verliefd. Ja. Ja. Toen jij ontdekte dat Petra een gelovig meisje was, wat was jouw eerste vraag aan haar? Nou, toen zij mij vertelde van, dat ze gelovig was, toen zei ik, nou, dat geeft helemaal niks. Ik nam dat eigenlijk helemaal niet serieus, om heel eerlijk te zijn. Petra die ging naar de kerk in Amsterdam. Ik ging wel een paar keer mee. Ik dacht, nou, dat is misschien wel leuk. Ik moet ook een beetje inleven in haar belevingswereld. En ik vond het leuke diensten, leuke mensen. Ik vond de boodschap ook wel heel vernieuwend. Maar ik bleef ontzettend haken op de schepping van de wereld en op wie de wereld zou hebben geschapen. Wat was jouw vraag dan? Nou, het verhaal van Adam en Eva, dat vond ik echt veel te eenvoudig. Dat met alle respect. Maar dat, als je daar met een wereldse bril naar kijkt, dan is dat heel moeilijk te aanvaren. Hoe was dat, Petra, om een relatie aan te gaan met iemand die weinig of niks met het geloof had? Ik vond zijn vragen ook wel reële vragen, die we bij veel vrienden ook zien. Van, maar hoe werkt het dan? En wat betekent dan geloven als je dat stuk van de schepping of andere onderwerpen in de Bijbel gewoon niet goed kan geloven of begrijpen? Dus ik was daar niet heel erg, ik vond dat niet ingewikkeld. Ik vond het heel mooi dat hij de zoektocht aanging. Er ontstond een gelukkige relatie. Ja. En ja, dat zeker. Goed dat je dat bevestigt. En Siem was de eerste die geboren werd. Ja. 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 Ik was de eerste van de drie, ja. Weet je nog? Ja. Ja, weet je nog, Siem, dat je in de wieg lag? Nou, dat weet ik niet meer. Daar heb ik geen herinnering aan. Jullie waren aan. Hartstikke blij met Siem, aanstaande fysiotherapeut. Maar laten we even teruggaan naar als Siem 2 jaar oud is. En wat ontdek je dan bij Siem? Nou, wij waren net, onze zoon Guus was geboren in midden april. En begin mei werd Siem heel wit. En heel onduidelijk en had Pijnse veel moeite. Ja. En toen zijn we naar de huisarts gegaan en toen kregen wij eigenlijk diezelfde avond, want het werd bloed geprikt, werden we gebeld, het is ernstig en we denken leukemie. Ja, dan stort je wereld toch in? Ja. Ja, eerst hoop je dat het niet zo is, hè, want dan heb je nog verdenking. En toen kregen wij in het ziekenhuis inderdaad, de verdenking is echt, het is leukemie. Ja. Waar is God dan? Maar God is altijd bij mij. Ja? Ja. Waarvan ontroert je dat? Omdat dat zo is, ja. In goede en in slechte tijden is God bij je. Dan staan jullie beiden bij een kindje waarvan je denkt, daar houden we van. Dat moeten we mogelijk opgeven. Dat lijkt me ongelooflijk zwaar. Ja, dat is echt. Dat is eigenlijk bijna niet in emoties te bevatten dan, welke angsten dan over je heen komen. En dan ben je eigenlijk vooral heel verdrietig. Ja. Ook jij bent geraakt. Ja, natuurlijk. Ja. Dat is ook niet zo gek, hè. Kijk, dan is het ook wel moeilijk, want dan ga je ook een eigen weg met je emoties, hè. Dus Petra, die valt terug op God. En voor mij was dat een ander verhaal, omdat ik wel God
wel min of meer dat omarmt. Maar dan komen er natuurlijk heel veel vragen van... ja, maar waar ben je dan, God? En hoe kun je ons dit laten overkomen? En waarom... Nou, ik had wel echt zoiets van... Wanneer gaat God nu doorkomen dan in deze moeilijke situatie? En daar heb ik wel stevige woorden over gesproken ook in die tijd. Ja, dat was niet best. De angst om je kind te verliezen, dat is gewoon verschrikkelijk. Ja. Je staat op een gegeven moment... Siem wordt behandeld voor het raam in het ziekenhuis. Wat zie je dan? Ja, het moment dat ik met Siem voor het raam stond... was eigenlijk tussen de uitslag, dus de verdenking en de uitslag. En wij stonden samen in het VUMC. En toen kwam er een enorme grote regenboog voor het raam. En dat raakte mij opnieuw natuurlijk. Regenboog is het teken van God. Ja, dat vond ik ontzettend bemoedigend en hoopvol. En het apart is ook voor Jan, ik had niet per se vragen waarom gebeurt dit mij, hè? Want er gebeuren heel veel dingen in het leven. Maar ik had wel behoefte aan kracht en aan bemoediging. En die heb ik, ja, die kreeg ik via een prachtige regenboog die ik samen met hem zag. Ja. Ja. Je kreeg ook nog een droom. Ja, en dat was een droom waarin ik mijn zoon... En je weet nooit precies hoe je zoon eruit ziet als die groot is... Maar ik zag een grote kerel, een sterke kerel. En het was duidelijk mijn zoon, hè, in mijn droom. En die tilde mij op en die draaide mij rond. En ik heb me eigenlijk altijd vastgehouden aan die droom. Dat ik ooit zo'n grote kerel als mijn zoon zou hebben. En dat ben je niet zeker, Jan. Dus het is niet zoiets als, oh, nou heb ik dit gezien. Dus nu weet ik zeker dat hij, geneest. Maar het geeft je wel bemoediging. En het maakt dus dat je op die bemoediging eigenlijk gaat staan. Dus je spreekt erover, je bidt ervoor. En ja, je leeft ernaar. En dat heeft mij enorm geholpen. En ons allen, ja. Siem, nog ga ik een hele gekke vraag aan jou stellen. Ja. Of jij je moeder even op wil tillen. Ja, dat willen de kijkers wel zien. Ga je gang? Oh, nou, dat wil ik ook doen, hoor. Oh, kijk. Nou, dat is een makkie voor mij, hoor. Dat is een makkie, ja, dat zie je. Ja. Ja. Siem, wat weet jij te herinneren van die tijd? Nou ja, ik was natuurlijk nog heel jong, maar ik heb wel bepaalde angsten daaraan overgehouden, waar ik best wel... lang mee heb gedeeld. Dus denk aan een prikangst. En het maakt niet uit wat voor naald of wat voor dingen. Daar had ik gewoon hele erg schrikreactie op. En je hebt natuurlijk als je in een ziekenhuis komt een bepaalde geur. Echt zo'n ontsmettingsgeur. En daar maakt het niet uit of ik nou kwam voor een behandeling of niet. Of ik daar binnen stapte. Dat bracht gewoon de rillingen op mijn lijf. En inmiddels is dat rustiger geworden, maar daar heb ik wel echt tot late leeftijd echt wel heel veel last van gehad. Omdat het dus zo'n trauma in mijn lichaam heeft achtergelaten. Ja. In die tijd keken jullie als gezin naar Hour of Power. Hoe lang heeft het ziekteproces van Siem geduurd? Ja, dus de behandeling voor leukemie voor een klein kind is zeg maar 2 jaar. Dus Siem heeft 2 jaar heel veel behandeling gehad thuis, maar ook veel in het ziekenhuis. Ja, ja. Ja. En in die tijd, omdat hij zo laag in zijn weerstand zat, konden wij dus niet naar een kerk. We konden ook eigenlijk weinig mensen bezoeken en weinig mensen bij ons, omdat het altijd risico was dat hij er ziek van zou worden. En dat wilde je ook echt voorkomen, maar dat mocht ook eigenlijk niet. Dus je had direct eigenlijk een hele kleine cirkel. En in die cirkel keken wij dus met elkaar Hour of Power. Toen nog met hele kleine kindjes, maar inmiddels met grote jongens. Ja, ja. Ja. Wat betekende Hour of Power? Wat deed het voor jullie? Ja, nou, we zochten natuurlijk toch naar een plek waar we gewoon iets hoorden. De boodschap van God hoorden. En dat was Hour of Power toen al. En dat was toen nog de oude Schuller, de grootvader van Bobby. En wij vonden hem heel positief. En dat is ook precies wat we nodig hadden. Ja. Want je zit vol met stress en je wil eigenlijk gevoed worden. En kregen wij daar echt samen uit. Ja. Hoe ervaarde jij dat? Dominee Schuller die met grote gebaren zegt... This is the day that the Lord has made. Een jubelend koor. Ja, ik moet zeggen dat ik dominee Schuller wel echt in mijn hart heb gesloten in die tijd. Ik vond het zeer positief en ook heel vernieuwend. En ik heb daar wel veel en vaak ook hoop uit geput. Absoluut. En voor ons was Hour of Power toen, nu ook overigens, heel bemoedigend.
En de kleine Siem, die moest kijken. Deed je dat met vreugde of... Nou, in het begin ben je lekker met je broers. Toch een beetje jakken op de bank, zoals wij dat dan noemen. En dan zit je elkaar... Hoe noem je dat? Jakken noemen wij dat. Dan zit je een beetje met elkaar een beetje te worstelen. Een beetje elkaar te duwen. Elkaar een beetje af te leiden. En als je ouder wordt, dan gaat dat er natuurlijk vanaf. En dan kijk je gewoon wel echt, omdat het je eigen keuze is. Ja. Wat sprak jou aan? De oude Schuler heb ik natuurlijk niet zo goed gekend. Maar ik vind gewoon Bobby, ik vind dat hij gewoon dingen heel duidelijk en vrij simpel kan brengen. Dus niet in moeilijke taal, maar gewoon echt hapbaar. En dan in een kort tijdsbestek eigenlijk gewoon zeggen waar het op staat. Ja, ja. Dat vind ik gewoon heel krachtig. Ja. Jij hebt ook laten dopen. Ik had het heel erg op mijn hart om een volgende stap in mijn geloofsleven te maken. Want ik had natuurlijk gekozen voor God. En toen dacht ik, wie gekozen heeft voor God, die gaat zich laten dopen. En dat wou ik heel graag nog met mijn oma erbij doen, die bij ons in huis woont. Oma Ali, ja. En ik had als doopstek zat ik Johannes 1 vers 9. En dat gaat er eigenlijk om dat God altijd bij je is. Dus in de diepe dalen, maar ook in de pieken, in de mooie feesten van het leven. En de mooie feesten van het leven. Wat zijn de mooie feesten van het leven? Nou, mijn doop was echt, vond ik zelf, een fantastisch feest. Dus hij is erbij in mijn ziekte. En ik zei dat ook heel mooi in mijn dooptekst. Ik heb gevochten voor het leven en nu mogen we het leven vieren. En dat was gewoon echt een heel prachtig moment. En dat vind ik wel de feest van het leven. Ja. Ja. 20 jaar, je kon het ongelooflijk goed formuleren. Je zei ook de diepe dalen van het leven. Heb je die nu nog steeds of ben je al helemaal uit het dal geklommen? Sta je elke dag boven op de berg? Zo simpel is het natuurlijk niet. Hè? Nee, ik heb nadat ik ziek was, heb ik nog een keer een vervelende diagnose gekregen. Dus dyslexie. Dat was toen echt wel een klap voor mij. Vaak kinderen die zeggen dan dat je dom bent. En daar heb ik het wel heel lastig mee gehad. En inmiddels heb ik me daar overheen gezet. Ja, maar hoe doe je dat dan? Want het is moeilijk om dan iets op te schrijven. Want je schrijft het verkeerd of wat ook. Mm-hmm. Hoe overwin je moeilijke tijden, zoals dominee Schuler altijd zei? Daar heb ik echt mijn vader en moeder echt voor te danken. Wij kunnen echt, misschien ook door de start van het leven, maar hebben een hele hechte band. En kunnen we echt over alles praten. En dan hebben we wel avonden gewoon met z'n allen zitten huilen. Van, je bent niet dom. Je tijd komt wel, maar nu is het gewoon wel even heel moeilijk. En inmiddels is dan mijn tijd gekomen en ben ik staak op de rit. Maar de start van het leven heeft wel even een paar tikken gekregen. Ja. Want werd je gepest op school? Ja, ik ben wel echt wel gepest op school doordat ik dat ik dom was. En zeker als je natuurlijk gewoon nog jong bent en je bent een jaar of 6, dan kan je het ook niet aan kinderen uitleggen. Ik wist zelf amper wat het was en dan is het al heel lastig. Ja. Je bent een mooi mens, Siem. Dank je. Ja, echt. Mooi dat ook iemand, een jongere zoals jij, zegt van, ik heb mijn anker in God gevonden. Ja, zeker. En je broers ook. Ja, ja. Het is wel heel bijzonder, vrienden, dat een heel gezin, juist ook door hoe jullie door diepe dalen het geloof hebben beleefd, maar ook hebben over mogen dragen. En daar heeft Adolf Pauw misschien ook een stukje aan bijgedragen, maar het is Gods werk uiteindelijk. Ik zou super trots zijn. Dat is ook heel bijzonder, Jan. En dat is ook niet iets waar je zekerheid op hebt. Hè? En je kan het meegeven aan je kinderen, maar uiteindelijk is het hun eigen zoektocht daarin. En ze zijn ook nog onderweg, hè? Laat dat even duidelijk zijn. Want er is wel veel ruimte bij ons in het gezin. En er mogen ook kritische vragen gesteld worden. En kinderen mogen ook hun eigen weg daarin gaan. En die ruimte is het ook en die pakken ze ook. En ze zijn ook daar wel zoekende in. Maar dan is het misschien nog bijzonderder dat ze dan dat je toch het indruk hebt van, dat gaat best goed. Ze gaan best wel de goede kant op, zeg maar. Dat is in de huidige tijd wel tegen de stroming in natuurlijk. Maar misschien komt dat ook wel een beetje omdat wij kennen alle kanten. Hè? Dus de wereldse kant en de gelovige kant. Dus op zich snappen we wel hoe die werelden in elkaar steken, zeg maar. Ja. Als je nu een vraag aan God zou kunnen stellen, welke zou dat nu zijn? Ik weet niet of ik een vraag zou willen stellen aan God, omdat ik zou misschien eerder graag gewoon willen danken voor hoe mooi het nu, of hoe goed het nu gaat met mijn leven en hoe erg hij daar heeft bijgestaan en ook bij onze relatie.
Ja. Laten we even naar de zondagochtend gaan in Huize de Jong. Dan wordt Hour of Power aangezet. Jullie zitten allemaal keurig een kopje thee of ontbijt. Nou, nee. We doen het ook wat later, Jan. Dus, oh. We kijken vaak jullie om 11 uur. Ja. 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 En Siem is op dit moment ook op zoek naar een kerk, want die vindt dat ook heel belangrijk. En wij eigenlijk ook, dus in die zin steunen we daar ook in. Maar als we naar Over Power kijken, dan hebben wij eigenlijk de gewoonte met elkaar om te kijken. En dan zogenaamd daarna ook nog preekbespreking te doen. Nou ja, je krijgt ook altijd wel dan toch ook wel de neiging om er iets van je eigen week in te brengen. Ja. Hè? Van wat hebben we gehoord. Ja. En dat vind ik ook altijd mooi. En dan sluiten we af met, heeft iemand gebed nodig? Dus wij bidden ook voor elkaar. En ook dat is natuurlijk heel fijn. Ik vind het zo razend leuk om een familie te ontmoeten. Ja, ik heb jullie brief gelezen, was van onder de indruk. We hebben jullie uitgenodigd tot jullie eigen verrassing. Ja. En dan zit u hier. Maar om zo eens een kijkje te nemen bij kijkers van Hour of Power. Ja. En drie generaties, want oma Ali kijkt zeker ook mee. Ja. Kijken naar Hour of Power. En ik wil u heel hartelijk bedanken voor het geloofsvertrouwen wat jullie uitstralen. En ook laten zien dat, hoe moeilijk het leven ook is, dat God er altijd is. Ik laat jullie niet met lege handen naar huis gaan. En Siem, ik begin bij jou. Het is een prachtig wandbord van Hour of Power. Kun je straks op je slaapkamer zetten. Ja, dankjewel. Maar lees hem wel even voor. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Oh. En alle eigenschappen die heb jij in hoge mate. Eén, hier moeten we nog iets aan werken, Jan. Maar goed. Oké. Ik geef jou een notitieboek. En we hebben het erover gehad, hè? Op bergen en in dalen. Ja, dankjewel. Dank Jan. Nou, en voor jou een agenda. Je hebt een drukke baan. Je bent geliefd. Nou, dat zijn jullie ook. En de nieuwe agenda voor 2024. Nou, fantastisch. Nogmaals. Vrienden, welkom bij het YouTube-kanaal van Hour of Power. Hier vind je de interviews die ik mag hebben, inspirerende toespraken van Bobby Schuller en de muziek uit onze uitzendingen. En ik hoop dat de gesprekken die ik mag voeren met bekende en onbekende Nederlanders je ook zullen bemoedigen. Nou, ik nodig je uit om de abonneerknop in te drukken op het YouTube-kanaal en zo met ons in contact te blijven. Tot ziens bij Hour of Power via YouTube.